De zoek- en reddingsoperaties van het reddingsteam uit Frans-Guyana dat afreisde naar Suriname in verband met de tragedie in het Matawai-gebied kan als afgerond worden beschouwd. Dit bevestigde Jerry Sleengaard, coördinator Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, gisteren tijdens een regeringspersconferentie. Sleengaard benadrukte dat de zoekactie niet is stopgezet, maar dat alleen de buitenlandse hulp is komen weg te vallen. Zowel operationeel in het veld, maar later op NCCR en tot vanmorgen op het ministerie van Justitie en Politie, heeft het Franse team aangegeven dat zij met betrekking tot het mandaat dat ze hadden, met betrekking tot search and rescue, dat dus is afgelopen en voor hun eigenlijk wordt voorgesteld dat hun operatie hier als beëindigd wordt beschouwd. Dus dat is door de regering ook aangegeven, dat als zij dus zeggen van luister, wij zeggen dus dat het voor ons niet, wij hebben geen search en rescue operaties meer hier, dat dan vanuit Suriname de nodige stappen zullen worden ondernomen om hun operatie te beëindigen. Maar het Surinaamse deel van de operatie, en dat wil zeggen dat die recovery, dat dus nog doorgaat zoals ik dat zo net ook heb uitgelegd. Sleengaard geeft verder aan dat er op een later moment nog verder gesproken zal worden over hoe het vervolgtraject van de zoekactie wordt voortgezet vanuit de reddingsteams. Herman Jinti, directeur van de medische zending, geeft aan dat zijn organisatie extra psychosociale hulp zal inzetten voor de nabestaanden. In dit geval is het een event waarbij de hulp vanuit de polie aangesterkt moest worden. En dat hebben we dus gelijk opgepakt toen wij begrepen de tweede dag dat er een ramp is geweest in het gebied, hebben we dus onze polykliniek op Brownsweg in stelling gebracht. En we hebben gezegd, het is van een bepaalde omvang, dus de medezending heeft gelijk de hulp ingeroepen van een aantal diensten in nauwe samenspraak met het NCCR. De medezending heeft dus hulp gevraagd van het Psychiatrisch Centrum Suriname, hulp gevraagd van het Surinaams Rode Kruis, maar ook hulp gevraagd van het ministerie van Volksgezondheid. Wij, als vier instituten, hebben dus een team vastgesteld. Jinti deelde mee dat het team een plan zal maken voor de verdere aanpak van de calamiteiten in het gebied. De zaak moet niet onderschat worden omdat het de hele gemeenschap heeft getroffen.